Dit zou ik wel voelen. Hey, no. Dus de, nee. Gewoon met z'n vieren zou ik echt dat weet je niet. Hey, waar gaan we? Dit zou toch grillig zijn? Hulk, hè? Ja, of Captain Thor. Nee, nee, Captain America. Goedemiddag, ik had een afspraak. Zou ik alsjeblieft naar binnen mogen? U heeft een afspraak met... Ja, met de Flederis, Flederis, Mark-Jan. Petje, jij kijkt, ik heb jou weggehaald. Jou wil nooit meer weggehaald, worden. Zegt hij. Nu ga ik tegen Larry karten. Is goed. Harde keuzes, eerlijke antwoorden en moeilijke beslissingen. Niemand ontkomt aan de dashboard-dilemma's. Gek, hè? Yo, test 1, 2, 3. Kinti. Wie van jullie twee zou de beste kunstenaar zijn? Dan wel ik, sowieso, ja. Ja, man, ik denk ook wel Larry, man. Ja, man. Vroeger deed ik altijd tekenen en zo. Die dingen op school was ik wel altijd goed in. Dus, Ja, man. Hij mag hem hebben, man. Want dat is helemaal niks voor mij, man. Dankjewel, man. Wie van jullie zou de beste superheld zijn? Super. Ja, ik denk met zijn kapsel moet ik wel hem zijn. Ja, man. Gewoon, ja, man. Zijn inkoppertje. Ik ben ook wel een karakter, weet je? Toch? Ja, ja, klopt. Je bent klopt. Te stil, te... Ik denk ik zou die undercover super ja, zijn. Ja, wel die stiekem, man. Die Spider-Man-achtig. Nou. En jij dan? Wie zou jij zijn? Ik weet niet, man. Ik weet dat. Ja, Hulk denk ik, man. Hulk, hè? Ja, of Captain Thor. Nee, nee, Captain America. Captain America. Wie van jullie is de beste chauffeur? Hij vindt zichzelf echt, zeg maar... Ja. Maar je hebt niet eens mee karten, toch? Nee, man. Nee, ja, man. Dus eigenlijk kunnen we dat niet echt... Nee, maar ik vind dan dat je al, als je echt een grote man was, had je toen mee moeten gaan. Ik kon niet. Ja. Het heeft niks met man zijn te maken. Het is gewoon planning. Oké, we kunnen nog een keer gaan. Oké, dan. Maar ik pak... Ik wil deze graag, man. Ja, voor mij mag je hem hebben, want je bent wezen karten, dus... Ja. Dat is gewoon hard. Wilde jij een petje waar een beetje... Nee, nee. Ik heb petje weggehaald, hè. Petje, jij kijkt. Ik heb jou weggehaald. Jou wil ik nooit meer horen. Weggehaald, zegt hij. Nu ga ik tegen Larry karten. Is goed. Liever pleintje of grasveld? Pleintje. Pleintje. Ja, man. Ja, ik ga met hem mee, man. Pleintje. Direct. Pleintje. Pleintje is gewoon het leukste, joh. Ja, man. Is gewoon als klein... Vanaf, zeg maar, dat je kind bent, ben je gewoon een pleintje. Tenminste, ik dan. Opgegroeid op pleintje. Daar leer je alles aan, vind ik. Dus, ja, man. Pleintje is puur, man. Is echt, ja. Pleintje vanaf vroeger, man. Dus ik ga met hem mee voor pleintje, man. Wie was het populairst op de basisschool? Op basisschool? Ja. Ja. Ik denk dat jij wel veel... Ja. Ja. Wel die, zeg maar, die guy was. Ja, zo. Man. Ik lag wel goed in de groep, man. Ik denk wel. Ik was, ik was stil, man. Ja, ik was altijd wel een beetje relaxed. Ja, man. Een beetje verlegen, soort van. Een beetje op de achtergrond, niet verlegen. Maar gewoon, jij was rustig. Ja, ik treed snel op de volgende. Ja, snel op de volgende. Dus ik pak hem al. Dat doe je hier ook, zeg maar. Dus ik denk niet dat je vroeger heel anders was, toch? Nee, man. Hij staat op hand, Rembi. Kiel staat op aan die zijkant, rechts drukken, daar. Oh, ik ga echt een rondje rijden. Ik kijk voor die auto's hier, ja. Links, rechts. Maat. Kijk, jij. Oh, die. Maar niet rustig, mensen voorlaten. Niet Fast and Furious en zo. Ja. Fast and Furious, bro. Patella. Dat gaat hij echt niet zetten, man. Hoi, goedemiddag. Ik had een afspraak. Zou ik alsjeblieft naar binnen mogen? U heeft een afspraak met? Met de Flederis. Flederis, Mark-Jan. Oké, Ja, dank u. Oké, dank u wel. Deze stem. Hey. Deze stem. Die Brabantse erin. Alles. Oh, boys, genoten. Deze was tof. Vier mans, we zijn op vier mans. Ja, man.